We zitten nu op de helft van de eerste fase. Uh, hoe, ver, hoe ver zijn jullie? Nou, we zijn op dit moment bij de eerste fase zover dat de kleedruimtes bijna gereed zijn. Die worden eind deze week gereed gemaakt en volgende week overgedragen naar de selectie. Dan zijn we bezig met de kleedruimtes, waar we ook in heel End zijn en waar volgende week de vloer wordt gelegd. En dan gaan we weer verder concentreren op de nieuwbouw aan de voorzijde. En onlangs knapte een waterleiding. Ja, de waterleiding die is geraakt en dat is heel vervelend. Uh, dat gebeurt soms uh, bij het ontgraven voor het nutstracé. Uh, uh, bij de koppeling van het oude en het nieuwe is de waterleiding geraakt door de graafbak. Uh, ja, dingen gebeuren, snel gerepareerd. Uh, dat er dan spookverhalen uh, komen van wekenlang vertraging, ja, dat is gewoon absoluut niet waar. We houden een strakke planning hier en ik denk dat dat ook niet meer verandert, want uh, als we bezig gaan met de tweede ring. Mogen we zoals het nu lijkt starten in maart en moeten het in augustus weer klaar? Dus hebben we weer een strakke planning. Die strakke planning blijft hier. Volgens moesten, kwam het nog voor de gemeenteraad, het bestemmingsplan, Oranje Nassau die, die protesteerde. Hoe zit je als projectleider op zo'n moment? Kijk, dat de ON een zienswijze indient, dat is een goed recht. En uh, ik heb daar ook wel enigszins begrip voor. Um, ja, hoe ik daar als projectleider in sta, dat, is, dat doet eigenlijk niet zoveel te zaken. Het is, uh, voor ons is het lastig. Elke hobbel die genomen moet worden, is weer een hobbel. Maar goed, uh, ik zie het allemaal als uh, dingen die oplosbaar zijn. En uh, ja, het zijn uitdagingen die je dan tegenkomt in dit project. En uh, ja, wij zetten gewoon de schouders uh, eronder en wij uh, concentreren ons hoofdzakelijk op uh, het bouwwerk. We zitten nu precies dus op de helft van fase 1. Uh, kun je de fases eens beschrijven? Ja, fase 1 dat is eigenlijk de verbouw van de begane grond. Dat doen we dus om heel Heracles, zowel selectie als kantoorpersoneel, op één verdieping te kunnen krijgen. Wij gaan dan fase 2 doen. En fase 2 is eigenlijk, bestaat uit twee delen. Dat is de verbouw van de eerste verdieping hier in het kantorencomplex. En de nieuwe ring rondom het stadion. Dus dat is dan echt een deel nieuwbouw. Waag je nog veel belemmeringen de komende tijd? De tweede fase of de tweede helft van de eerste fase? Kijk, we hebben de eerste fase wat belemmeringen gehad en dat zal in de tweede fase ook komen. Maar goed, net wat ik zeg, ik zie dat als uitdagingen en als we gewoon met elkaar blijven praten en communiceren zoals we dat op dit moment doen, ook met Heracles, de samenwerking is fantastisch. En Rob Toussaint en Nico-Jan Hoogma die zijn daar ook echt een onderdeel van waar we enorm goed mee kunnen overleggen. Ja, als dat blijft, dan, uh, dan, is het, dan zijn het echt uitdagingen uh, die we met elkaar gewoon uh, te lijf gaan.